Ja. Bonsoir, salam alaikum. Ik ben Milud. Bonsoir. Bonsoir. Scusa, ja, zoals jullie allemaal ook kunnen zien op de beelden, zijn wij terug. Mijn naam is Fte. Voor de Hollands kunnen jullie ook zeggen Fata. En voor al het zwarte publiek kunnen jullie ook zeggen Fatu. Maar is. Weinig vat u op dit moment, want ja, ik kan niet. Doe jij maar, Milud. Ja. Ben je klaar voor, Milud? Dan mag gaan we daar. Ja, dit is eigenlijk een speciale uitzending. Wij willen een mededeling doen met jullie. Mama heeft een... een ongeluk gehad. Groot ongeluk. Een fataal. Helemaal bloed en kapot alles. Ze heeft een ongevallen gehad. Ze was op een missie. Ja. Eigenlijk in Oekraïne en de conflict en alles. Ja. En toen met... ja, we hebben gewoon... ja, Donbass. Gewoon in de Donbass is zij toen... ja. Heel, gesneuveld. Ze is echt gesneuveld. Hè. Met de parachute of ze hebben... Ze is gevallen uit het vliegtuig met een parachute. En wat de bronnen hebben vermeld is dat Tautzi helaas niet is opengeklapt. En het lichaam hebben zij niet gevonden. Dus, Het is gewoon net zoals die serie van Netflix, Die Eiland. Misschien haar lichaam is... Nog onderzoek. Maar we hebben gehoord, was gewoon echt heftig. Ze was met een speciaal commando. Ja. Wagner-commando. Wagner. Kunnen wij niks aan doen? Ja, eigenlijk, ze zeggen ook, was gewoon een bibitrap van Putin. Dat heeft gewoon... In de val gelokt. In de val gelokt. Een hinderlaag. Ja. Een inbus. Ja, ze hebben hinderlaag gedaan met een... Ja. Met hun, Klaar. Afgelopen met mama. Dus. Ja. Ze hebben haar lichaam niet gevonden. Ze heeft gewoon... Het lichaam is vermist. Hebben wij ook onderzoek gedaan tijdens aflevering van Giro 555? Hebben wij alleen maar bij Oekraïners gezien op dit moment, ja. Maar nog niet. Nee. Zij was gewoon echt een sterk vrouw. Dat is ook de reden waarom zij is ook gewoon aangevraagd door de Wagner groep. Om bij hun te komen strijden. Tussen de Tsjetsjenen, tussen de Oezbekistan. Er zat ook een paar... Allemaal, en ook mama tussen. Mama zat ook tussen. En dat zag er prachtig uit op het begin. Maar uiteindelijk is het haar fataal geworden. Ja, toch hebben wij gekozen voor een uitzending voor jullie van Mokro Late Night. Maar moeten wij ook eerlijk zijn, hadden wij geen zin in de laatste tijd. Mama. Ik weet nog, Jan, echt, mama was gewoon blij de laatste tijd, helemaal vrolijk. Ja, altijd komkommer hier gewoon tussen de hoofddoek had je geplaatst, Stefan. Ja, nou is het niet meer. Nee. We zijn nou gewoon
gereduceerd tot een papi in Oekraïne. Zo hadden wij niet gedacht dat het zou eindigen met mama. Maar ja, het werd geaccepteerd zoals dat moet. Maar wij verdenken nog wel wat mensen die hier achter schuilen. Toch, Miljoen? Al-Hamar Lihdaya doet hij ook laatst tijd. Ja, we hebben tegen jou gezegd, genoeg is genoeg. Ja, je gaat allemaal activiteiten. Emancipatie voor mijn moeder nog meer groot maken. Dat zij in de val gelokt is van Putin. Ja, dat is jouw invloed, jongen Stefan. Helemaal Ara aanmoedigen altijd. Ja. Gewoon helemaal. Kom op, mama. Kom op, mama. Kom op hier. Kom op daar. Nu, ik snap dat jullie rouwen. En daar heb ik respect voor. Ik heb me altijd 100% ingezet voor mama. Heel erg mijn best gedaan. Ik heb van haar heel veel geleerd. En ik vind het heel jammer dat ze er nu niet bij is. Dat zij zich heeft aangemeld bij Wagner en in Rusland, bij de Russen. Ja, dat staat buiten mij om. Dat staat helemaal niet buiten jou om, jong. Gaat niet goed met Europa Vata, laatste tijd. Heb ik niet gezegd. Heb jij gezegd? Ik heb één keer gehoord. Eén keertje, jongen, dan moet ik een hartlet van dinsdagmarkt komen. Ben je helemaal met tas vol. Je komt gewoon hier bij het stup en alles. Kom je twee stappen binnen, zeg jij. Ja, mama, de vrijheid van Nederland gaat achteruit. Heb ik gehoord met mijn eigen ogen. Ja, ga jij nou helemaal niks meer zeggen? Ben je helemaal blokt, hè? Geniet van je. Ja, zou ik ook zo helemaal wegsleden. Ik heb ook gezegd tegen Miljoen, hè. Heel vaak. Opletten met hem. Heb ik jou vaak geluisterd af, jong. Zij was heel dag in de keuken, jong. En dat was haar gewoon DNA. Heb jij helemaal veranderd? Ik heb wel gezien ook altijd gewoon met haar stiekem. Doe je gewoon toktik en dat en dit. Ja, heb ik gezien ook. Dansjes en alles. Ja. Mijn moeder is niet van dat, joh, helemaal nieuw en alles. Zij is oldschool, ja? Moet jij niet helemaal met al die gewoon gek dins van YouTube en alles? Is jou niet opgevallen dat mama gewoon elke keer dat jij de journaal kijkt, dat zij gewoon gevoelig daarvoor is met slecht nieuws, dat zij gewoon behulpzaam en wil altijd helpen? Heb jij helemaal brainwash gedaan met elke keer journaal, jongen? Ja, jongen. 8 uur, jongen. Hier, kijk, mama televisie, heb jij helemaal... Hersenspullen, jong. Ja. Is jou ook niet opgevallen dat mama helemaal niet... Is mij niet opgevallen. Als het jullie is opgevallen, hadden jullie dat moeten aangeven aan mij. Heb ik heel vaak aangegeven dat je moet jou heel die raciste po-nieuws en zo niet meer in deze huis laten dingen. Maar jij gaat elke dag doen. 8 uur journaal heeft geen pauze. Hey, stil en nadenken. Ja. Ga maar nadenken over jouw moordlustigheid over mama. De neus gaat er helemaal open nou, jong. En dicht. Om te denken dat wij worden geïntimideerd als gorilla-dominance? Ja. Ik mis mama heel erg. Op deze toon. Dit is niet constructief. Nee. Dit werkt niet. Laten we met z'n allen. Ja, mag ook met z'n allen een prettige herinnering hebben aan mama. Ik heb van haar zoveel geleerd. We hebben lekker lamsvlees gegeten. Ik weet nu dat je dat met links moet eten. Met links? Ja. Ja? En met links Al-Hamar, weet jij zeker met links? Hoe lang woon je bij ons nou? Ja, links. Links heb ik aan jou verteld wat jij doet met links. Oh, dus daarom zit het gat hier. Probeer. Nou, dat wordt interessant. Dan in de elleboog loge, makkelijk. Denk je dat wij hier nou gatjes of niet gatjes in ons kleedracht ook downgrade of wat? Je moet gewoon jouw ton controleren nou. Moet je ton tussen jouw ton houden, ja? Wij zeggen, doe maar gewoon de controle over jouw ton. Dat je gewoon, je moet nadenken voordat je iets zegt. Maar het was... Ja. Ik geef hem met deze cash op gezicht, echt waar. Ik ben helemaal niet bang van cancelen en alles, hè. Ik klap één glas in jouw gezicht. En dan kunnen wij kijken of je nog die praatjes van jou allemaal hebt over ons kleedracht. Kijk.
Laten we het gezellig hebben. Laten we gewoon... Wat gezellig, jongen. Of gezellig. Denk jij dat wij hier in de uitvaart van... Deze toon is niet nodig. Zijn wij hier bij uitvaart van Jos Brink of wat, jongen? Gezellig, jongen. Dit is een hele andere kuk, jongen. Was, je hebt onze moeder vermoord. Door al jouw invloed. Hé, en haar, jouw haar komt nog. Ik wil even ter zak nou... Een beetje naar voren. Yo, ja, dat is wat... Zeg maar... hoe ziet je eigenlijk de toekomst voor jou? Ja... Snel. Ik werk bij... Bij Kamphuis. Ja? Ik heb daar vast contract en... ik heb ook niet heel veel keuze in hoe dit nu verder gaat. De regel is dat als een cliënt... Ja. Want ik zie mama als een vriendin. Ja. Wat nou? Maar voor kamphuizenzorg is zij een cliënt. Even jouw vrienden fucking bek, jong. Vriendin, jong? Le makkelijke kribbe. Als je de mokkie ja. Denk jij dat wij hier nou in Pulp Fiction zitten of wat? En, dat is onze moeder, joh. Ja. Als jij nog één die V-woord nog één keer zegt, dat die een willeke mokkie je hele gezicht aan de binnenkant. Ja,